die VOC-mentaliteit. Ik ben meer dan boos. Ik ben woest. Wat opmerkelijk. Toch? Ja, welkom bij alweer de 8e aflevering van de Politieke Popcorncast. De podcast waarin wij, Paul Peters en Stijn de Vrede, de leuke, opvallende, maar vooral popcornwaardige momenten en gebeurtenissen uit Politiek Den Haag bespreken. Ja, wij zijn een beetje de politieke ramptoeristische tourguides. Dat vind ik wel een goede omschrijving van ons podcast. Ja, en je verwacht dat het niet zo heel veel rampen zijn, maar... Ja, ze maken het wel heel makkelijk. Inderdaad, ja. We zijn een beetje terug van weg geweest. We hadden een aantal weken dat we niet konden opnemen, maar we zijn weer terug. En er is genoeg te bespreken. Veel te veel eigenlijk. Dat is een beetje het nadeel van lang weg zijn. Dat we echt moeten cherrypicken tussen alle politieke rampen die nu weer voorbij gekomen zijn. Maar we hebben weer een bomvolle aflevering. Ja, Paul, dan wil ik toch wel weten van jou, wat was jouw mooiste moment? Of in ieder geval, wat is jouw politieke popcorn moment van de afgelopen weken? Ja, dat is toch wel dat Theo Hiddema, Forum voor Democratie senator, alweer weg is bij Forum voor Democratie. Dat is echt een stoplichtrelatie, hè? Tussen Baudet en Hiddema. Daar lijkt het wel op. We hadden natuurlijk de Forum voor Democratie meltdown in november 2020. Dus dat was een paar maanden voor de laatste verkiezingen. Toen hadden we natuurlijk de ophef over antisemitische berichten in JFVD, de jongere tak van Forum voor Democratie. Ja, daar was Hiddema nooit echt fan van, hè, van die tak. Nee, nou ja, ik stiekem toch wel. Hij is natuurlijk iemand die niet heel erg houdt van het parlementaire werk, maar wel heel erg houdt van op een podium staan, op een stoel zitten en renten over alles wat fout gaat. En wat dat betreft had hij wel een goede rol, want hij werd wel vaak uitgenodigd bij die Forum voor die JFVD-congressen. Dat vond hij leuk, een beetje op een podium zitten met Thierry en renten over van alles. Dus dat vond hij wel leuk, maar ja, het clubje zelf had hij denk ik wel minder mee. Ik denk een beetje van dat elke keer als FVD weer echt een slecht in het nieuws was, waarvan hij dacht een beetje van ja, opeens wil ik er niet zoveel bij horen. Hij deed ook wel een beetje cherrypicken, toch? Van het moment dat het goed gaat, dan was hij stralend en erbij. Ja. En het moment dat het minder ging, dan was hij of weer uitgeschreven. Ja, want inderdaad, na die eerste meltdown, waar we heel erg veel van genoten hebben, wat denk ik wel echt van de afgelopen jaren wel het meest popcornwaardige moment was ooit, denk ik. Zei hij van, nou, ik wil er niet meer bij horen. En toen is hij inderdaad opgestapt als Tweede Kamerlid. Toen is hij daarna er weer bijgekomen, is er weer op de kieslijst gekomen. Daarna heeft hij zich weer uitgeschreven of is hij weer weggegaan. Dat was dus de tweede keer dat hij opstapte. Maar toen kwam er een zetel vrij in de Eerste Kamer. En toen is hij uiteindelijk toch weer overstag gegaan. En is hij in de Senaat terechtgekomen. Maar nu was het vooral vanwege de laatste Oekraïne-standpunten van Forum voor Democratie. Dat was weer de derde druppel die de emmer deed overlopen. En toen is hij echt ermee gestopt. En hij zei van, ja, ik sta ook niet meer op een random kieslijst of wat dan ook. Dus ik zal ook niet meer terugkomen. Het is echt klaar. Het is echt klaar. Hij is eigenlijk weer per ongeluk in de Senaat gekomen. En nu is het weer echt klaar. Maar het weerhoudt hem er toch niet van om uitspraken te doen over Forum voor Democratie. Want vorige week in de krant, in de Telegraaf, was een interview met hem. En toen heeft hij Forum voor Democratie omschreven als kraaiende kleuters die de boel verziekt hebben. En dat doelt hij dan toch waarschijnlijk op de laatste rest leden van Forum Democratie, denk ik. Ja, dat zijn toch wel de diehards die daar echt diep in zitten. Ik weet nog niet of ik zelf daar zo lang zou in kunnen blijven zitten. Want er zijn allemaal dingen beloofd. Forum, scholen, een dating app. Ja, het zijn crypto, allemaal, er zijn heel veel. Ja, en nou, die zijn er wel gekomen. Moet je naar de vorige aflevering luisteren hoe dat is verlopen. Maar er worden heel veel beloftes gedaan. Het lijkt gewoon net de Nederlandse politiek. Of verkiezingsbeloften worden gewoon niet nagekomen. Ik bedoel, waar blijft die app? Waar blijven die scholen? Voor mij mogen ze wel lang weg blijven, hoor, daar niet van. Maar, maar als ik lid was geweest, was ik wel gaan stijgeren. Bedoel, misschien was het de kat, Brammetje, die gewoon zei, ook zei van ja, die Thierry die maakt er een teringzooi van. Ja. Wat mijn favoriete detail van het Telegraaf-interview, waar ik het net over had, was dat Hiddema er blijkbaar achter kwam dat je niet mag roken in de kolfkamer van de Eerste Kamer.
Ja. Er moest een beveiliger hem op wijzen. En ik probeer me die scène voor te stellen dat je als vrouw zijnde de kolfkamer binnenkomt en dat je Theo Hinnema daarin ziet roken. Dat lijkt me heel erg grappig om te zien. Ja, nee, dat is... ik denk dat hem sowieso... Hij wacht op een goed moment om eruit te stappen. En dit was het beste moment. Ja, we gaan het later in de podcast nog verder over FVD hebben. Want het is een beetje een terugkomend onderdeel. Maar ik ga hem wel missen helemaal in de politiek. Ja. Het was altijd wel een markant figuur. Ja. Een karakteristieke stem. Ik kan me ook nog wel herinneren dat hij die afscheidsbrief had geschreven van toen hij de eerste keer uit de Tweede Kamer vertrok. En toen las Ariep die voor. En je hoorde gewoon in de manier van schrijven, hoor je gewoon zijn stem. En het was een hele rare combinatie om Ariep's stem met de dictie en de manier van spreken van Hinnema te horen. Dat vond ik zo'n fantastisch moment. Ja, nee, vond ik ook. Het enige voordeel is dat je nog steeds boeken van Hinnema... Die zijn nog steeds te kopen in de FVD webshop. Oh, is dat zo? Ja. Bedoel, ik snap het zelf ook wel dat je die liever niet de gracht in tieft of zo. Maar het is wel interessant. Ja. Ja. En dan komen we aan op jouw popcornmoment, Stijn. Het heeft niet zozeer met politiek te maken, geloof ik, hè? Nee. Ik was een beetje verrast eigenlijk. Ik had een vriendin van mij die ik ken, echt van het examenreisje. Die werkt bij een castingbureau en die hadden me dus samen met een vriend van me gevraagd van om te komen... Ja, om te komen spelen of te figureren in een Netflix-serie, Dirty Lines. En die kwam dus vrijdag uit. En nu schijnt dus dat wij echt na 2 minuten pontificaal zichtbaar zijn. En nou ja, we wisten al wel onze rol, hoor. We moesten heel wanhopig vrouwen proberen te versieren met hele shady dansjes. Dat kan jij wel. Ja. Ik ben daar heel goed in. daar kunnen meerdere mensen over meepraten. Maar het was zo ontzettend grappig en awkward. Maar ik was vooral heel erg duidelijk herkenbaar. Ja. Ik ben wel blij dat ik niet ergens op een VVD-kieslijst ergens te vinden ben. Maar... Ja, hoe mijn bruggetje een beetje is. Ik bedoel, het was een popcorn moment, want Netflix en chill. Ik bedoel, ik werd zelfs geappt door scharrels van echt 10 jaar geleden van Joostijn. Ja. Ben jij dit? Maar je staat ook heel awkward te dansen en volgens mij ook in slow motion en zo. Het is wel real time. Het is wel real time, maar het is een vrij awkward moment. Maar dat vind ik ook wel, zelfspot is belangrijk. Popcorn zeker. Moment, ja. Hier zeker. Kan je jezelf nu wel op IMDb zetten, de Internet Movie Database. Ja, dat doen allemaal mensen die wel eens hebben gefigureerd. Ja, inderdaad. Het is grappig. Leuk om terug te kijken. Ja. Maar wat is het bruggetje dan? Nee, bij mij zit het bruggetje zit hem naar Het Jaar van Fortuin. Dat is een serie, ik weet nog niet door wie die precies geproduceerd. Avrotros zie ik hier staan. Avrotros, het zit in ieder geval gewoon allemaal lekker netjes binnen de omroepen. En niet binnen de commerciële dingetjes. Want ja, blijkbaar zijn sekslijnen commercieel aantrekkelijker dan het korte politieke traject wat Pim Fortuyn heeft bewandeld. Maar wat vooral heel erg opviel van dat bij Dirty Lines de production value heel erg goed was. Zeg maar alles lijkt heel erg jaren 80. Zeg maar, behalve een paar nerds die viel het dan op dat een paar kentekens niet voor toen konden zijn gemaakt. Maar voor de rest was het allemaal heel goed geregeld. Maar wat ik heel erg leuk vond aan de serie over Pim Fortuyn was namelijk dat ze alle personages, of in ieder geval een groot deel van de personages, hebben neergezet die daarbij speelden. En het is ook wel grappig dat ze die Frank Lammers natuurlijk weer als de foute viespeuk. Of nou ja, corrupte. Ik weet niet eens wie die speelde neerzet. Trouwens hoor. Maar God behoede dat we een Nederlandse serie hebben zonder Frank Lammers, inderdaad. Ja, maar het was wel heel. Ik vond het ook vooral heel grappig dat ze Matt Herben. Ja. Wat eigenlijk was heel goed. Echt ontzettende surfer, namelijk de editor van een defensieblaadje. Een beetje ambtenarenvoer. Hebben neergezet als de evangelist. Ja. Die was zoals de Matthäus Persoon, gewoon de verteller van hoe het allemaal is gegaan. Maar hij kwam ook een beetje over alsof hij degene was die heel graag in die rol zat. Maar volgens mij in de praktijk was dat eigenlijk nooit zo. Ik bedoel, opeens was hij natuurlijk heel machtig en belangrijk. Maar... Ja, is hij heel erg... Kijk, dat clubje LPF'ers, wat natuurlijk wat je ook in de serie ziet... hoe die kieslijst is samengesteld. Het was gewoon enorme natte vingerwerk. En iemand die wel eens wat in de media gedaan had... die kreeg dan de portefeuille media en dat soort dingen. En hij was van die random selectie waarschijnlijk toch wel de meest...
geschikte kandidaat. Wat heel veel zegt over de rest van de kandidatenlijst. Maar dat vond ik heel goed in de serie ook naar voren komen. Dat ze echt deden van... En vooral ook natuurlijk het leuke van dat ze nog allemaal figuren... die op dit moment nog rondlopen. Ik bedoel, ik wil geen namen noemen, maar bijvoorbeeld Joost Eertmans. Ja. Die werd daar ook ergens achter in die lijst gezet. Als, terwijl hij nu op dit moment natuurlijk nog steeds een soort van... die zichzelf profileert als de... Als de erfgenaam van Pim, inderdaad, wel dat in werkelijkheid wel heel erg meevalt. Ja, hij voelt zich nog steeds een van de discipelen. Maar inderdaad, in die serie wordt hij lekker op nummertje 37 gezet. Ja. Wat natuurlijk nog wel veel opvallender was natuurlijk van de rol van Melkert hierin. Ik ben ook heel benieuwd hoe hij er zelf op zou terugkijken. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik denk dat hij wel blij is met die rol. Want Melkert komt wel heel sympathiek, wordt hij wel neergezet. En dat is toch... Kijk, ik was heel jong toen dit allemaal speelde. En ik heb wel heel veel over Melkert versus Pim Fortuyn gehoord natuurlijk over die jaren. En mijn beeld die ik had van Ad Melkert was echt die ontzettend zure, altijd chagrijnige, oerzaaie ambtenaar die in de politiek zat. Die heel bureaucratisch was, zo moet ik het misschien zeggen. Maar zo in die serie komt hij toch niet over, vind ik. Toch wel iemand die privé veel gezelliger, aardiger en grappiger is. Pap ben ik saai. Ja. Of ben jij saai? Ja, dat klopt. Ja. En dat valt misschien in werkelijkheid heel erg mee. Maar die publieke... het beeld dat het publiek van hem heeft was wel zo. Waar ik heel hard om moest lachen was Gerdy Verbeet in die serie. Hoe zou zij hierop terugkijken? Die was natuurlijk ook echt achter de schermen heel erg betrokken. Ik ben heel erg benieuwd daarna. Ik wist dat helemaal niet, dat zij zo'n adviseur van Melkert was. Ja. Dat wist ik helemaal niet. En Jacques Monash natuurlijk. Ja. Nieuwe Wegen, die is weggegaan bij de PvdA, omdat hij eigenlijk de klassieke PvdA-waarden soort van probeerde te omhelzen. Terwijl de PvdA natuurlijk ook onder Diederik Samson wat meer richting milieudefensie-achtig. En ook wel een beetje qua multiculturele samenleving natuurlijk gewoon heel erg anders is geworden dan de klassieke PvdA. Dat vond ik historisch gewoon heel leuk aan die serie. Ja, ik raad wel... zeker iedereen aan om hem wel te kijken. Waar schoot het in tekort? Nou, een beetje wat historische puntjes. De kentekens. Maar vooral altijd wel een beetje die Nederlandse overdreven acteer. Toneelschoolprestaties. Dat vond ik in dit geval heel erg meevallen. Mijn verwachting was echt, het gaat echt totaal cringe worden. En het is niet om aan te gluren. En de teksten zullen verschrikkelijk zijn. En ja, kijk, als je zo'n lage verwachting hebt van een serie, dan valt het altijd mee. Ja. Maar ik vond het dus heel erg meevallen. Maar misschien komt het omdat mijn verwachting zo laag was. Dat weet ik niet. Ja. Ja, en ook om een beetje mee. We zijn een beetje politieke nerds natuurlijk. Dus wij kijken natuurlijk de historische context, vinden wij best wel interessant. Terwijl we natuurlijk geen expert erover zijn. Het kon veel erger allemaal. Ja, absoluut. Je hebt ook Buza gezien, geloof ik. Ja, Buza. God. Heb je het afgekeken? Ik heb het afgekeken omdat ik gewoon zo... Ik vond het zo slecht. Ik dacht echt, het werd irritatement. Ik vond het gewoon zo slecht dat het leuk was om de slechtheid te zien en om het te observeren. En daar heb ik wel van genoten van hoe slecht het is. Ik gewoon hard moet lachen om de dialogen en... De verhaallijn, dat is niet de bedoeling van die serie. Nee, maar ik moest er de gemaaktheid. Ja. Ik heb ook heel weinig over gehoord eigenlijk. Ik zit natuurlijk in een netwerk van allemaal politieke joren, politieke junkies. Ja. Die dat soort dingen natuurlijk. Ja, mijn theorie is een beetje dat. Mijn theorie is een beetje dat, net zoals met het coronalied van de BN'ers, dat we gewoon collectief besloten hebben van dit is zo slecht, hier gaan we het niet meer over hebben. En ik denk dat dat een beetje hetzelfde is als met Buza. Ja. Daar gaan we geen tweede seizoen van krijgen. En waarschijnlijk inderdaad de producers hebben dat ook wel een beetje ingezien. Ja, denk ik wel. Ja. Nou ja, dus de positieve kijktips in ieder geval niet voor Buza, wel voor het jaar van Fortuyn. En Dirty Lines. Ik moet zeggen, ik heb het ook allemaal gekeken. Ik vind de hele smerige jaren 80 vind ik ook wel weer leuk. En denk ik van, hoe zou het voor mij zijn om daarin te lezen? Maar, ik bedoel jaren 80, 2000, maar Buza gaat niet Hoe lang ben je in beeld geweest in die serie?
Drie keer voor korte tijd. Maar je ziet wel heel duidelijk mijn gezichtsuitdrukkingen. Ja, en hoe lang ben je dan bezig geweest? Een dag. Ja, een dag. Oké. Dat was wel goed. Was okay, maar het was ook wel een beetje voor mij een escape. Want die opnames waren allemaal midden in COVID. Zeg maar echt als in dat je geen eens koffie kon halen bij een hipster koffiebar. Dus het was een leuke exit. Uitje. Ja, en het was wel grappig, want op zo'n set dan krijg je dus allemaal kruidsigaretten. Die wel heel veel stinken, maar blijkbaar niet slecht zijn voor je longen. Of in ieder geval dat kan je niet op roken. Er zit geen nicotine in. Dus geen long COVID. Alcoholvrije biertjes met van die hele retro etiketten. Ik vond het. Ja. Het was echt een beleving. En je mag gewoon van die nerdy kleding aan. Nou, ja. Ik raad het aan. Ga een keer figureren in de jaren 80 serie. Het is echt heel leuk. Maar laten we beginnen. Ja. Smakeloos. In deze aflevering bespreken we het Tweede Kamerdebat over de betrokkenheid van Hugo de Jonge bij de Siewert deal. Lilianne Ploemen heeft aangekondigd te stoppen als fractievoorzitter van de Partij voor de Arbeid. Wie kan en zal haar opvolgen? Het kabinet is na een zorgvuldige en fijnmazige zoektocht naar een daadkrachtige sanctiecoördinator uitgekomen bij Stef Blok. Pepijn van Houwelingen maakte een gênante blunder met een World Press Photo of the Year. En Femke Halsema is een kruistocht begonnen tegen het drugsimago van de hoofdstad. Beste mensen. Ja, beste mensen, we moeten natuurlijk beginnen bij het debat over de Siewert deal. Natuurlijk hadden we in de vorige aflevering, wat ook alweer denk ik 3-4 weken geleden is, hadden we uitgebreid gehad over dat Volkskrant artikel waarin onthuld werd dat Hugo de Jonge wel degelijk betrokken was bij de Siewert deal. Die 100 miljoen euro aan mondkapjes die van slechte kwaliteit bleken te zijn en dus onbruikbaar. En nu hadden we vorige week eindelijk het debat daarover. En ook omdat er een boek uit was gekomen over de Siewert deal. Siewert's miljoenen. Leuk boek, lees het vooral. Ik heb er wel van genoten, moet ik zeggen. Het is toch wel bizar om al die ontwikkelingen van, ja, we zijn er nu bijna alweer 2 jaar mee bezig, om dat allemaal achter elkaar in chronologische volgorde te zien met leuke insights over die deal. Dus ga het vooral lezen. Maar was het niet dat het boek was uit voordat Hugo besloten de appjes leaks, of nou ja, de zelfstandige appjes leaks, naar buiten te gooien? Ja, het boek was een beetje de katalysator van de roep van de Tweede Kamer om dat debat te houden. En het was minister Helder, de nieuwe minister van langdurige zorg is het, geloof ik, die zei van ja, we kunnen eigenlijk nog geen debat houden over deze zaak, want er is nog een langlopend onderzoek van Deloitte wat we moeten afwachten. Die zijn nu bezig met dat onderzoek. En als die conclusies van het onderzoek klaar zijn, dan kunnen we er misschien een debat over houden. Toen heeft ze nog aangeboden om een technische briefing over dat onderzoek te houden. Dus ja, heel veel Kamerleden gingen daar naartoe. Volgens mij waren bijna alle fracties aanwezig. Een beetje met het idee van, nou, nu gaan we lekker inhakken op Hugo de Jonge. Maar het was wel een hele technische briefing. Want die mensen van Deloitte gingen echt langdurig en uitgebreid in over hoe zo'n forensisch onderzoek gaat. Oh ja, het was inderdaad met al die netwerken waarvan je echt denkt van oh mijn god, ik ga nooit bestuurskunde studeren. Nee, precies. En al die consultants die krijgen natuurlijk ook gewoon lekker €300 per uur op hun rekening gestort. Dus die denken ook van lekker rekken. Zul je bijna zien dat onderzoek duurder gaat worden dan die mondkapjesdeal? Dat zou heel grappig zijn. Het is wel echt heel extreem hoor. En vooral ook alsof, ik bedoel, ik ben niet van de complottheorieën, maar het zou toch wel heel mooi zijn als die onderzoekers van Deloitte voor een €100 per uur extra hebben ingefluisterd gekregen van laat dat notitieblok maar lekker even in de trein liggen. Ja, want dat was ook nog inderdaad het geval, dat een notitieblokje van een van de onderzoekers was dus in de trein. Ze hebben een onderzoek, dat gaat over slordigheid. Ja. Die door slordigheid omgeven met een matig technische briefing naar de Kamer is gekomen. En vervolgens weten we gewoon nog niks. Nee. Ja, die briefing was inderdaad technisch, te technisch. Volgens veel Kamerleden die waren pissig omdat ze eigenlijk niks te horen kregen wat van tevoren ook werd aangekondigd. Maar een paar dagen later kwam toen uiteindelijk toch nog dat debat over de Siewert deal. En dat was nogal een staatsrechtelijk unicum. Want Hugo de Jonge is nooit minister geweest van langdurige zorg, van de medische hulpmiddelen. Desondanks zei iedereen van ja, misschien is het toch handig dat we hem
naar de Kamer roepen. Want ja, hij was er waarschijnlijk toch bij betrokken volgens dat Volkskrant-artikel. Nou ja, hij was natuurlijk ook staatsrechtelijk niet verantwoordelijk voor die hele deal. En nu al helemaal niet, omdat hij dus geen minister is van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Desondanks bood hij aan om toch aanwezig te zijn bij dat debat. Dus dat was een staatsrechtelijk unicum. En nu heb je ook vervolgens staatsrechtgeleerden die zeggen van ja, dit is eigenlijk wel een gevaarlijk precedent. Want nu, wat belet ons nu om ministers of oud-ministers naar de Kamer te roepen voor zaken waar ze niet meer verantwoordelijk voor zijn. Gelukkig vindt Hugo de Jonge het ook niet erg om daar zijn naam aan te koppelen dat hij de eerste was. Want, nee, ik denk dat hij dat inderdaad wel fijn vindt. En hij vindt het ook wel leuk om in een debat te zitten, denk ik, waar heel veel mensen naar kijken. Dus misschien dat hij daarom aan had geboden daar naartoe te komen. Ja. Maar ondanks dat hij natuurlijk niks heeft gezegd, gelukkig hebben we de appjes nog. Precies, want in de dagen voordat dat debat kwam, volgens mij was het 2 dagen van tevoren, heeft Hugo een hele hoop, een hele set aan WhatsAppjes tussen hem en ambtenaren en andere mensen op het ministerie, zijn politieke assistent, heeft hij naar de Kamer gestuurd. En dat geeft toch wel een uniek inkijkje in hoe ambtenaren met de minister communiceren, hoe de minister met zijn politiek assistent communiceert. Ja, ik ben daar echt groot voorstander van. Ja. Elke keer als er dan zo'n WOP-verzoek komt en er worden WhatsAppjes naar buiten gebracht, dan zit ik altijd wel te smullen. En natuurlijk een van de leukste voorbeelden was natuurlijk tussen Grapperhaus en Femke Halsema. Absoluut. Die verdient natuurlijk helemaal de Grapperhaus die werd verdacht door Femke Halsema van dit doe je alleen maar voor de WOP. Ja. Dit bedoel, je weet dat dit naar buiten komt, dus dit doe je alleen maar eventjes om je eigen hachtje. Dit eventjes, leg je alvast vast voor de WOP, zal het is een beetje zo van inderdaad, binnenkort gaat de hele stad eraan, maar je ziet al mensen die hun huis aan het besproeien zijn van tegen een bosbrand. Precies. Nee, dat is heel interessant. En ik vind vooral het leuke altijd van die appjes, dat van die gekke, bedoel, het meeste wordt er gewoon uitgefilterd, want stel eens dat iemand het voor elkaar krijgt om al die zwarte lijnen weg te krijgen, dan denk ik dat wij 3 dagen lang onder de tafel liggen van het lachen. Maar, maar nu was wat wel gewoon opviel, was inderdaad van de Okido. Hugo gebruikt Okido inderdaad, ja. En natuurlijk van inside pissing out, outside pissing in. Die wisten we al. En wat natuurlijk een van de leukste was natuurlijk van dat al die ambtenaren eigenlijk helemaal klaar waren met Siewert. Van die helemaal, dat is die vervelende BKB opgeleide DWDD influencer. BKB DWDD BN'er. Ja, precies. Die gewoon een beetje in zo'n zadel is gehesen en dan maar een beetje vanuit zijn invloed of zijn aantal volgers maar een beetje vervelend gaat lopen doen. En dat alle ambtenaren een beetje met hem bezig moesten zijn, omdat dat een soort van hun taak was die werd ingefluisterd. Knuffelen met Siewert is een dagtaak. Knuffelen met Siewert is een dagtaak. Op verzoek van de minister. Ja, en natuurlijk een van de leukere van die Siewert die is losgeslagen van heel Nederland, moet blijkbaar aan een mondkapje. Ja. Dan weet je gewoon, ja. Nu weten we ook waarom Siewert wilde, waarom iedereen aan de mondkapje moest. En dat maakt, en wat ik wel grappig vond, dat Siewert die best wel vaak, 1 keer in de tijd logt hij in op Twitter om te zeggen hoe erg hij wel gelijk heeft, dat iedereen maar tegen hem is. Maar Siewert heeft over al deze appjes, die natuurlijk gewoon, uiteindelijk wordt er gewoon gelekt. Vanuit natuurlijk een minister, vanuit een andere post, die maar zelf een beetje bedenkt wat natuurlijk wordt zwart geblakerd. Wat er wel wordt verteld en wat niet wordt verteld. En dat maakt het altijd een beetje lastig. Nou, dat was het probleem inderdaad. Want tijdens het debat, het debat begon. We hadden alle Kamerleden gehad. En dan is het eerste termijn van de regering. En minister Helder, die volgens mij versprak ze zich een beetje. Want ze zei, de suggestie werd gemaakt door haar dat Hugo de Jonge een eigen selectie had gemaakt van de WhatsApp-berichten die hij wilde delen met de Kamer. En toen begon iedereen inderdaad op hoge poten te raken, alle Kamerleden. Want ze zeiden van ja, wij zitten al jaren, een jaar te vragen om deze informatie. Die wordt niet gegeven vanwege dat Deloitte-onderzoek wat afgerond moet worden. Maar als de minister zichzelf wil verdedigen, dan kan hij opeens selectief selecteren uit berichten die hij zelf wil delen met de Kamer en niet. Nou, uiteindelijk bleek dat inderdaad de berichten die gedeeld zijn met de Kamer, is alles wat Hugo de Jonge ook aan het Deloitte-onderzoek heeft gegeven. Dus ja, hij heeft niet heel erg selectief is hij geweest in die berichten. Maar toen begon iedereen inderdaad, al die Kamerleden inderdaad boos te worden. Van ja,
Hoe zit het dan met onze informatiepositie? Toch een grondrecht van ons. En dat zorgt wel voor een chaotische situatie in de Kamer. Uiteindelijk krijg je gewoon weer dezelfde discussie over de nieuwe bestuurscultuur. Nieuwe bestuurscultuur. Het debat moest geschorst worden. Jesse Klaver adviseerde de minister om de schorsing te gebruiken om op zijn gewenste antwoord te laten geven. Het was wel echt een ontzettende chaotische situatie. Ja. Ik wou het verband eigenlijk nooit leggen. Maar sinds ze die stomme moddermuur hebben in de Tweede Kamer, gaat alles fout, lijkt het. Het is gewoon, zeg maar, sinds ze in dat ingebouw het B67 zitten, gaat alles gewoon. Het lijkt een stelletje kleuters of amateurs. Men had gehoopt een nieuw gebouw, nieuwe bestuurscultuur. Ja. Maar het blijkt toch niet. Mark Rutte, maar dan wat ouder. Ja, ja. Misschien zit het in dat perenhouten meubilair van de Kamer. Ja. Maar wat ik wel nog kwijt wilde over Hugo de Jonge. Van dat hoorde ik ook van meerdere mensen die dat ook wel een beetje zeiden. Van ja, okay, we wisten natuurlijk al dat de ICT van de overheid heel erg slecht is. En ik bedoel, daar hebben we allemaal dure consultancybureaus zoals bijvoorbeeld Deloitte, die daar heel erg veel geld aan verdienen om dat proberen beter te maken, maar eigenlijk ook weer niet genoeg zodat ze erbij kunnen verdienen. Maar dat het blijkbaar hij iedere week zijn wachtwoord moest veranderen. Ja, en wij als langstuderende TU Delfters weten gewoon elke keer weer dat horrormailtje van je moet een nieuw wachtwoord van de TU Delft. Nog 31 dagen. Ja, op 31 dagen moet je dat doen en dan moet je weer bedenken of je nou 5 uitroeptekens of 6 uitroeptekens achter je wachtwoord had. Ja, ik heb gewoon een nummertje en die doe ik gewoon steeds plus 1 achter mijn wachtwoord. Ja, dat is best wel slim. Dan weet je hoeveel jaar je aan het studeren bent. Maar Hugo de Jonge moet dat dus elke week doen. Ja. En Hugo Schenko 16 en 17 is hij waarschijnlijk de tel kwijt. Ja. En had hij nou een 0 of een niet? Want dat is vaak een beetje vervelend. Ik snap niet waarom hij niet gewoon, waarom als minister heb je niet gewoon een biometrisch apparaat? Of je iris kan scannen iris of je kan gezicht, scannen, of je zodat jij er altijd in komt. Ja. En want dan snap ik eigenlijk donders goed dat je wel een keer denkt, nou ga maar lekker mailen naar mijn iCloud. Ja, want dat was weer een site onthulling die tijdens die week eigenlijk gedaan werd. Want er werd gezegd van Hugo de Jonge gebruikt zijn persoonlijke e-mail om stukken van het ministerie te ontvangen. En dat is strikt genomen blijkbaar niet verboden. Maar het wordt wel ten strengste aangeraden om dat niet te doen. Om altijd je officiële ministeriële account te gebruiken. Juist omdat dat zo hyper beveiligd is. Maar inderdaad, als je elke week je wachtwoord moet veranderen, dan kan ik me voorstellen dat je dat vaak vergeet. En Hugo de Jonge zei tijdens het debat, ja, aan het eind van de dag krijg je zo'n enorme loodgieterstas mee met stukken die je 's avonds nog moet lezen. En alle stukken die je moet lezen wordt in die tas gedaan. Maar het kan wel eens zijn dat een stuk of een rapport of iets later nog toegestuurd moet worden. En dat wordt dan vaak gedaan naar het officiële ministeraccount. Maar zegt Hugo, ja, ik zit op mijn iPad en dan is het makkelijker om in te loggen op je iCloud-account. Zit weer met zijn bak popcorn op de bank. Precies, en zijn lelijke schoenen op de poef. Dus stuur het maar naar mijn iCloud, dan kan ik er makkelijker bij. Ja. En het zijn niet zo dat het vertrouwelijke stukken zijn of wat dan ook. Het zijn gewoon nakomelingetjes die niet de tas gehaald hebben, zoals hij dat omschreef. Ja, en ik snap het. Ik kan het me heel goed voorstellen, absoluut. Maar ja, dat was dus een site-onthulling die gedaan werd. Die kwam bovenop deze ophef. En vervolgens moest minister Helder zich daar ook weer voor verantwoorden. En toen zei ze dus, ze verzekerde de Kamer dat er absoluut geen vertrouwelijke stukken gestuurd werden naar. En toen gebeurde het. Toen noemde ze het privéaccount van Hugo de Jonge op. Ik dacht dat het post@hugodejonge.nl was. Overigens, als je naar hugodejonge.nl gaat, dan kom je op een 404 error page van het CDA. Ja, dat was voor de campagnetijd toen Hugo de Jonge natuurlijk nog de gedoodverfde leider zou zijn. Ja, inderdaad. Dus dat was per ongeluk. En Hugo de Jonge die ging ook ons ook updates geven tijdens het debat van hoeveel mailtjes hij gekregen had van mensen. Dus op een gegeven moment zei, en ik vond het nog best wel meevallen, want na een uur zeiden van ja, ik heb 30 mailtjes gekregen. Vond ik nog best wel meevallen. Ja. Waarschijnlijk is het op dit moment, we mogen natuurlijk niet disclosen, maar het zou waarschijnlijk post 2 het hugodejonge.nl zijn. Dat zal ik doen. Ik denk uiteindelijk wat de beste oplossing zou zijn, is niet elke week
het wachtwoord veranderen, maar iedere week het e-mailadres veranderen. Ja, dat zou kunnen. Ja, of in ieder geval, ja, red die arme ministers van die ICT-strop die zij krijgen van iedere week wachtwoord veranderen. Doe iets biometrisch. Speaking of dictaturen, ik vind dit inderdaad wel echt de echte dictatuur waarin we leven. De wachtwoord. Ik schuif hier Hugo de Jonge graag de schoen toe. Ik weet niet of het een uitdrukking is, maar ik denk wel van hier zitten wel meerdere dingen in die... En ik denk ook Hugo de Jonge is niet zo corrupt. Hij rijdt niet in een BMW Z4 of een Z5, want hij moet er altijd net iets buiten. Ja. Hetzelfde als dat hij inderdaad... Mark Rutte die komt dan op een moderne heren stadsfiets aan en hij moet dan weer in strak wielrenpakje daar aankomen. Want hij moet het altijd een beetje overtoppen. Die compenseren. Inderdaad, van iedereen heeft net de schoenen en hij moet... Ja, je snapt het. Ja. Het is Hugo de Jonge. Ik denk... Hij heeft het wel overleefd, hè? Want er was een motie van wantrouwen. Dat was ook wel grappig. De motie van wantrouwen werd ingediend door Atje Kuiken, die het debat had aangevraagd. Maar Caroline van der Plas, die had al van tevoren gezegd van... Ja, ik ben geneigd om de motie van wantrouwen te steunen voordat het debat begonnen was. En dus voordat de motie van wantrouwen überhaupt was, zei ze dat ze al bereid was om die te gaan steunen. Maar zij wilde ook haar moment of shine hebben. Dus in plaats van een motie van wantrouwen had zij samen met Van Haga een motie van afkeuring ingediend. En dat is natuurlijk ook wel juicy, omdat natuurlijk Sigrid Kaag had moeten aftreden, of dat vond ze zelf, nadat er een motie van afkeuring was aangenomen tegen haar. En niet zozeer een motie van wantrouwen, wat staatsrechtelijk net een stapje erger is. Beide moties hadden het overigens niet gehaald. Ja, en dat is grappig, want waren mensen die dus niet bij de wantrouwen tegen hadden gestemd, en volgens niet ook voor de afkeuring gingen. Waren minder, dus minder stemmen voor de... Het is allemaal moment of shine... Ik bedoel, het is gewoon een beetje een vieze Instagram-TikTok-cultuur in de Tweede Kamer aan te worden. Van het gaat alleen maar om hoe je... En ook geëist dat er hoofdelijk gestemd werd op dezelfde avond. Ja. Wat misschien wel logisch is als het gaat om een motie van wantrouwen, omdat het wel heel urgent is. Zeker. Maar het is toch... als we het dan hebben over nieuwe bestuurscultuur, waarin politici of vooral kabinetsleden niet zozeer... zich moeten focussen op beeldvorming, dan denk ik van ja, dit valt daar volgens mij ook wel heel erg onder. Want je wilde inderdaad, je weet dat ze het doen om een filmpje te maken, om op social media te zetten. Ja, wat ik nog wel even wil benoemen is de slachtofferrol van Hugo de Jonge toen hij wegging. Hey, we hebben net gezegd van ja, iedere week je wachtwoord vervangen, dat is echt onmenselijk. Dat vinden we een echte slachtofferrol. Dat vinden we een echte slachtofferrol. Als je daarover gaat janken is het oké, maar ga niet dit zeggen. Wat ik zelf moeilijk heb gevonden, wat me echt ook wel heeft geraakt, is dat er zo gemakkelijk wordt getwijfeld aan je integriteit of aan de intenties waarmee je werk doet. Ik doe mijn werk naar eer en geweten. Ja, en ik doe mijn werk naar eer en geweten. Het is ook niet makkelijk natuurlijk om je te verdedigen als je integriteit in twijfel wordt getrokken. Ik vind ook dat daar wel eens in ons vak te gemakkelijk mee om wordt gegaan en dat wantrouwen te veel ruimte krijgt. Wat ik heb gedaan gisteren is tekst en toelichting geven over mijn rol destijds. Ook wat ik daar niet goed in heb gedaan. Daarvoor heb ik ook excuus gemaakt. Dat is mijn bijdrage aan het herstel van vertrouwen. Over de contacten met Siewert van Liene, bent u zeker 4 keer heeft uw geheugen u in de steek gelaten. Bent u dan echt verbaasd dat mensen uw integriteit in twijfel trekken? Ik heb daar gisteren van gezegd wat ik daarover heb gezegd. Ik ben niet betrokken geweest bij die deal. En daarover is de Kamer destijds correct geïnformeerd geweest. En wat ik daarbij onvoldoende heb vermeld, is dat ik wel over Van Liende op het departement contact had gehad. En dan kan je zeggen, ja, dat was strikt genomen ook niet de vraag en zo, maar dat doet er niet toe, heb ik gezegd. Ik vind dat ik dat daar wel bij had moeten vermelden. Want dan had de informatievoorziening aan de Kamer completer geweest. Ik ga hem hier even afkappen. Ja. Dat is inderdaad. Ik vind die slachtofferrol, bedoel, had hij gewoon over gezwegen. En bedoel, zoals de meeste politici, die hebben een beetje van storm is voorbij. Ga even een lekker weekendje met je familie naar Centerparks. En daarna kan je gewoon weer er tegenaan. Denk je dat Hugo de Jonge een Centerparks guy is? Zeker niet. Nee. Ik denk eerder een hotel via Secret Escapes of zoiets. Die wel luxe is. Lekker ontbijtje. Ja. Nee, maar dat is... Maar ik vond het wel meevallen met zijn integriteit die in twijfel getrokken werd. Ik heb volgens mij niemand gehoord. Het ging natuurlijk allemaal over zijn link. Hij zegt van ik heb hier niks mee te maken en dan heb je dat wel.
Terwijl en wat natuurlijk heel grappig was, was dat, dat Thomas van Groningen, die was het inderdaad opgevallen dat Hugo de Jonge wel Siewert van Linden nog steeds volgt op Instagram. Siewert van Linden heeft heel veilig zijn account achter een slotje gezet. Ja. Hij kan dus wel zien van wie jou, van jou bekend. Als jij namelijk Hugo de Jonge volgt, zie je dat. En je gaat naar het profiel van Siewert van Linden, dan zie je van, oh, die volgt hem. Dus dat is het meest concrete bewijs wat we hebben van corruptie. Ik bedoel, misschien hebben ze nog laatst samen een Insta-story gemaakt van, van de kapjes zijn binnen, alle 40 miljoen. Nee, het is, niet zien. Het is, ik heb een beetje het idee van dat hij dacht van, ik ontken het, het gaat een beetje over. Misschien hij wist het ook niet helemaal meer zeker, want ik snap ook heel goed dat hoe zijn hoofd vol zit met al deze ellende. En vooral ook hoe urgent natuurlijk al die spullen allemaal nodig waren. Ja. Ik snap hem wel. Eigenlijk misschien zou ik hetzelfde hebben gedaan. Maar ik zou wel heel voorzichtig zijn met dingen ontkennen hierover. Want je weet gewoon hoe gevoelig dat ligt. En ja, nu gaat hij opeens een beetje de slachtoffer opzoeken van... ze denken dat ik allemaal corrupt ben. En terwijl dat wel meeviel. Ja, het was inderdaad een beetje ongepast. Maar dat was inderdaad de strekking van zijn hele lijn van defensie in dat debat. Ik was wel betrokken, maar ik had geen betrokkenheid. Of andersom, ik weet het niet meer. Maar dat is, hij heeft al een aantal keer navraag gedaan over die deal. Maar voor de rest was hij niet aanwezig bij de onderhandelingstafel. Wat niemand ook verwacht van een minister, maar dat tezijde. Er waren wel heel veel Kamerleden die een soort van echo van het 1 april debat van functie elders zagen. Selectieve herinneringen aan iets waar, als ergens zoveel ophef over is, dan kan ik me niet voorstellen dat je nooit op een welk moment dan ook niet herinnerd hebt van, oh ja, ik was hier toch wel een beetje bij betrokken. En misschien had hij toch wel wat opener moeten zijn over zijn rol. Hoe beperkt die dan ook was. En dan hadden we waarschijnlijk veel milder geweest. Aan de andere kant denk ik ook dat als die deal destijds niet door was gegaan en Siewert had boos getweet, dan waren wij collectief ook wel boos geweest op het ministerie en op Hugo de Jonge van, waarom doe je dit ontzettend goede initiatief? Waarom help je die om zeep? Ik denk dat als we eerlijk zijn, dan moeten we wel concluderen dat waarschijnlijk ook wel de situatie was geweest. En dan snap je misschien ook wel een stuk beter waarom Hugo de Jonge gepusht had om die deal toch door te laten gaan. Ja, want als hij het niet had gedaan, dan kreeg je er maar fuck weer van langs. Ja, dan laten we niet boos erover stoppen. Zeker tot, niet de laatste keer dat tot het erover er weer hebben. Nieuw nieuws is. Absoluut. En ik denk dat hij, we weten gewoon zeker dat dit gaat gebeuren. Heel interessant. Ja, weer een machtswissel bij PvdA. Weer een exit. Een exit. Usher was ook, die was ook op een hele nederige manier ook weer weggegaan. Waarvoor hij werd heel erg bedankt van dat hij zo goed zei van, ik ben niet geschikt, ik ga weg. Lilian Ploemen die dacht, dat vind ik ook een mooie manier van exit. Ik zeg ook van, het gaat niet allemaal niet goed, dus ik ga weg. En ik snap het ook trouwens wel van, als jij bedenkt dat het moment dat ik een beetje politiek geïnteresseerd begon te raken, dat de VVD dat en de PvdA... Dat was tijdens Job Cohen's Polonaise of zo? Of niet? Nee, dat was toen PvdA en VVD natuurlijk allebei super groot waren. Oh ja, dus iets daarna. Ja, echt bij allebei boven de 40 zetels. En dan denk je van, oké, we zijn het niet met elkaar eens, laten we maar samen dingetjes gaan doen. En de PvdA is daar natuurlijk al een tijdje vanaf. Wat natuurlijk wel een beetje tragisch is. Ploemen die had natuurlijk, daar hebben we nog, volgens mij de vorige aflevering, die ervoor hebben we die mee gestart met, met haar geschreeuw van overwinningsspeech. Overwinningsspeech. En nu zit ze toch een beetje in een dipje van, ik merk dat ik het niet kan doen. Of ik merk dat anderen het misschien beter kunnen. En ik denk ook wel, het ligt ook wel een beetje van zo'n Usher, dat ook best wel een persoonlijkheid is. Waarvan je het eigenlijk soort van hebt afgelegd. Dat zij ook een beetje door had dat zij een beetje de Rob Jetten was van de PvdA. Ja, dat denk ik ook. Ja, want Lilianne Ploemen, fractievoorzitter van de Tweede Kamer namens de PvdA, heeft deze week aangekondigd dat zij stopt als fractievoorzitter en als Kamerlid. Ze heeft geconcludeerd dat zij eigenlijk niet heel erg zichzelf niet geschikt vindt voor die rol om de partij te leiden. Toch nog steeds een noodlijdende partij. Want wat je inderdaad zei,
In 2012 wonnen ze zo'n 40 zetels. En er zijn nu zo'n 8 van over, geloof ik. Al lang, ja. In ieder geval bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 8 zetels en nu weer 8 zetels. Dus inderdaad nog steeds een noodlijdende partij als je het vergelijkt met waar ze vandaan komen. En zij heeft geconcludeerd dat zij het A niet heel leuk vindt en B zichzelf ook niet zo geschikt vond. En wat ik ook wel grappig vond, of wat ik opmerkelijk vond, is dat zij het moeilijk vindt om het over onderwerpen te hebben die niet aan haar hart liggen. En ja, vrouwenrechten is iets wat zij waar ze heel erg mee bezig is geweest. Ontwikkelingssamenwerking, volgens mij was ze daar ook minister van. Maar ja, als je het dan ook moet hebben over de woningcrisis en over koopkrachtplaatjes. Ja, dat is toch iets waar fractievoorzitters voor zijn. Ja, en als je daar geen interesse in hebt of niet zo leuk vindt of niet zo veel, dan kun je er ook waarschijnlijk weinig zinnigs over zeggen. Ja. Dus ja, misschien kijkt ze ook een beetje op tegen bijvoorbeeld zo'n Daniel Koerhuis, die je gewoon die zet je op iets neer en hij zet gewoon 3 krachtige termen naar elkaar en hij kan het opeens en hij is een ontzettende dossiervreter. Hè? Dus hij zegt ook wel zinnige dingen over de dingen waar je hem op neerzet. Maar hij laat moment, zijn... op een moment kan hij PR-manager zijn van de ponyclubvereniging van Nederland. Ja. En op het andere moment kan hij nucleaire technieken proberen te promoten. Ja. Het is, lijkt me ook wel heel lastig splitsen, hoor in de politiek. Splitsen. Ja. Lijkt me heel lastig hoor in de politiek. Want je wordt vooral in zo'n grote fractie. Want ik weet ook wel van toen PvdA en VVD zo gigantisch groot waren, toen hadden zij mensen die als portefeuille hadden inkopen militair materieel of zoiets. En dan opeens ben jij onderzeeër-expert of zoiets. En dat is wel heel lastig. Ik snap wel dat zij het moeilijk vindt, want als fractievoorzitter moet je naar, inderdaad, we hadden de laatste Tweede Kamerverkiezing, dan moest je in debat over werkelijk alles. En dat betekent dat je dus van de hele breedte van alle portefeuilles moet je genoeg kennen om erover in debat te gaan. En dat is wel heel knap. Dat kan lang niet iedereen. En nadat Asscher gestopt was, vlak voor de verkiezingen, een paar maanden daarvoor, had het schip een nieuwe leider nodig. En zij was gewoon de nummer 2 als loco-fractievoorzitter. En dus eigenlijk werd die taak een beetje op haar geforceerd, zal ik maar zeggen. Het stond opeens op haar deurmat. Ja, maar dat had natuurlijk Rob Jet ook een beetje. Die had ook niet ik moet dit nu gaan doen. Maar opeens had Pechtold, die was er klaar mee. En opeens sta jij daar. Ja. En dan moet je het maar eventjes doen. En dat zag je ook natuurlijk een beetje met de Heerema van CDA. Ja, ook. Dat was ook een tussenpaus. Ja. En Ploemen die wist het volgens mij. Het was ook gewoon nooit helemaal duidelijk binnen de PvdA van... Er was ook niemand klaargestoomd of zo. Jesse Klaver die uit de zee wordt geboren om klaar alles op over te gaan nemen. Alle leuke linkse meisjes te enthousiasmeren voor linkse politiek. Ja. Blijft heel roestig. Terwijl het is een echte goede bestuurderspartij. Ik bedoel, zo'n Abu Talib of zo. Dat is gewoon een topper. En stiekem Asscher ook wel een beetje. Ben ik ook best wel fan van, eigenlijk gewoon als bestuurder. Ja. En die hebben ze gewoon nog niet. Die moet nog uit het surprise ei kruipen. Maar de Tweede Kamer heeft 8 kamerzetels, misschien 9, ik weet het niet precies. Maar welke van de Kamerleden zie jij nu als de nieuwe fractievoorzitter? Ik zie niet een hele duidelijke keuze. Ja, ik denk bijna... Je hebt Atje Kuiken natuurlijk. En je hebt... hoe heet die vent? Nijboer. Je hebt Atje Kuiken en je hebt Henk Nijboer. Dat zijn wel ervaren Kamerleden. Ja, Nijboer is ook echt een hele goede dossiervreter. Die weten heel veel over arbeidsrecht. Die is ook echt wel een klassieke PvdA'er. Precies, maar dan komen we weer inderdaad op dat punt van als fractievoorzitter zijn. Heb je die hele breedte, moet je onder de knie hebben. Of althans genoeg om daar zinnige dingen over te zeggen. En Abu Talib, die zal met angst in leden ogen de Job Cohen. Dat zat ik dus ook aan te denken. Daarbij verafschuwen, die wil dat niet. Job Cohen was een alom gewaardeerde burgemeester van Amsterdam. Blijkbaar, ik weet niet precies wat de situatie was, maar hij is toen inderdaad ook als lijsttrekker de PvdA gaan leiden.
In de hoop van, nou, dit is de Messias, dit is de persoon die de PvdA naar een grootse toekomst zal leiden. Maar dat viel ook heel erg mee, heel erg tegen. En dat komt omdat een goede burgemeester is volgens mij nog geen garantie om een goede lijsttrekker en een goede fractievoorzitter te zijn. Nu is Abu Taleb, als ik hem een beetje inschat, wel wat pittiger en wel wat inhoudelijk sterker, debattechnisch sterker dan Job Cohen zou zijn. Maar de kans is heel groot, net zoals wat we bijvoorbeeld ook met minister Dijkstra, hoe heet hij, van onderwijs? Robert Dijkgraaf. Wat we bijvoorbeeld ook bij minister Dijkgraaf hebben, die waarderen we zo enorm. Als persoon. Als persoon en als functie die hij nu bekleedt, dat we misschien dat het gevaarlijk is om hem te zien als, oh ja, dan kan hij die functie misschien ook wel aan. Dus ik denk dat Abu Taleb daar ook wel een beetje huiverig voor is. Maar dan hebben we het al over lijsttrekkers. We hebben het nu over fractievoorzitters. En dat moet iemand uit de Tweede Kamer worden. En wat ik heel leuk vind is dat er ook wel, moet ook iemand de Tweede Kamer worden. Maar die kan ook natuurlijk weer een tussenpauze zijn voor de volgende. Maar ik vond het grappig dat de terugkeer van Usher heel erg, ik ga even muziek hierbij instarten van DJ Jean. Graag. Het awkwardste moment uit de hele Nederlandse politieke geschiedenis, denk ik. Het is jouw lievelingsmoment, hè? Ja, heel erg. Oké, komt-ie. Ja, dan zie je Usher heel awkward een beetje knikken. Zo van, ik zou liever op iedere andere plek in de wereld willen zijn dan hier. Inclusief Mariupol en Guantanamo Bay. Ja. Dit is een fragment uit, volgens mij heet het RTL Boulevard. RTL Live. Een soort koffietijd rip-off of volgens mij in de middag of zo. Dat bestaat al niet meer, geloof ik. Ik denk dat het ook tijdens corona was, want er was de enige gast samen met daar aan tafel. En DJ Jean kwam optreden. En DJ Jean, ik wist het niet. 16, toen was er nog geen COVID in mijn Dan was het een rare setting in ieder geval. Maar DJ Jean is volgens mij wel een bekende naam. Volgens mij, hè? Uit de jaren 90 is het een soort van DJ. En die kwam daar, zijn kunstje tonen. Hij kwam een beetje scratchen, maar het klonk helemaal nergens naar. Het was echt verschrikkelijk. En dat leek een beetje alsof hij net wakker werd en dacht van, shit, ik moet hier nog heen. Alleen de vibe daar aan tafel was, Winston Kerstanovic als de presentator, die vond het ook crap. En die zat ook de hele tijd tijdens dat hele optreden te zeggen van, ja, dankjewel, weet je wel. Zo van, stop er nu maar mee. Er staat er een beetje van dat zag je ook natuurlijk bij van die talkshows die iedere dag iets moeten doen. Ja. Dat je als je iedere dag grapjes moet maken en heel grappig moet zijn, dan, dat zag je ook een beetje met Lucky TV natuurlijk. Ja. Af en toe heb je er gewoon een slechte cut tussen. Ja. Maar de vibe aan tafel was, dit is slecht. En daarom was het niet, het was wel awkward, omdat Usher, die zat daar natuurlijk naar die teringmuziek te luisteren. Maar het was niet awkward op dezelfde manier als Job Cohen, die de Polonaise liep bij zo'n programma van, zo'n talkshow van Omroep Max. Want daarvan werd hij wel verwacht dat hij het leuk vond. Vond hij niet. En daarom was het zo pijnlijk. En dit was op een andere manier pijnlijk, vond ik. Ja. Net even terug te komen op de serie met Fortuyn, wat ze natuurlijk heel leuk hadden gedaan inderdaad, van dat een beetje omgang naar van als politicus ben je gewoon een net man die altijd in nette shows moet aanschuiven. Ja. En dan opeens moest je de soundmix show moest dan opeens in debat gaan. Dat vond ik leuk hoe ze dat benadrukten, van inderdaad dat er allemaal travestieten en zo rondliepen in de kleedkamers. Ja. Dat is een beetje hoe ik me herinner van net van allemaal hele moderne dingen die totaal niet passen bij die setting. En dat zo'n Fortuyn daar gewoon lekker uit de verf kwam. Ja. Terwijl. Omdat dat zijn setting was, studio. Precies, een volksinformeel. En dat zie je ook, dat is eigenlijk gewoon de grootste trend in de politiek een beetje gaande. Van al die politici moeten opeens allemaal via Twitter reageren op allemaal van die En ze moeten leuk zijn. Mensen moeten leuk zijn. Ze moeten ook inderdaad een beetje meedansen. Ze moeten een beetje DJ Jean waarderen. Net zoals dat politici opeens allemaal tijdens verkiezingstijd opeens bij de lama's zaten of zo, weet je wel. Ja. Ja, dat is een verplicht nummertje. En soms leuk, soms niet. Ja, ik hou van Holland. Sommige mensen passen erbij, sommige passen niet bij. Maar als jij een dossiervreter bent of alleen maar bouwen kunt zeggen, dan is dat wel pijnlijk. Dan val je wel door de mand daar. Ja. Ja.
Nee, ik denk we gaan het toch heel uitgebreid een keer over hebben. Het is een ontzettend leuk thema. Maar ja. PvdA, we weten het niet hoe dat nu verder gaat. Maar wat ik wel opvallend vond... PvdA en GroenLinks hebben natuurlijk de afgelopen jaren... een heel geforceerde partnership zijn zij aangegaan. En blijkbaar, want Jesse Klaver sprak met, gaf een interview... en daarin zei hij dat de avond voordat Ploemen had aangekondigd... dat ze zou gaan stoppen, een telefoontje had gehad van haar... en dat hij dat het voelde alsof het een beetje telefonisch werd uitgemaakt... met hem en zijn vriendinnetje. En dat betekende dus dat hij eerder was ingelicht dan de PvdA-fractie. En dat is toch een beetje niet zoals het hoort, denk ik. Nee. Dus ja, dat vond ik toch wel... Dat heb je een beetje als je zo'n geregistreerd partnerschap ondergaat. Het is echt een gearrangeerd huwelijk. Heel is het, gearrangeerd, hè? Ja. En dan moet je, en dan waar ligt je loyaliteit? Zoals al dit soort dingen van... het kan eigenlijk alleen maar fout gaan als het fout gaat. Ja. En wat ook heel grappig was, vond ik... Ploemen die stopt dus als Kamerlid. En dat betekent dat haar zetel vakant is. En dan gaat de kiesraad... die gaat dan eigenlijk gewoon de kieslijst af. En dan nader is de eerste persoon die op de kieslijst staat... maar geen zetel heeft. En dat is op dit moment... Weet je wie het is? Nee. Gijs van Dijk. Oh. Het Kamerlid dat eerder is weggestuurd... vanwege seksueel overschrijdend gedrag. Dus hij kan het nog accepteren. En dan gaan we een hele awkward... daar hebben we 21 fracties, denk ik... Dus misschien of gewoon het hele einde van de PvdA. Of misschien dat, ja. Want, trouwens, dat vind ik ook nog even leuk om te vertellen. We hebben het veel te lang over de PvdA. Maar waar ik het heel erg aan deed denken... van eigenlijk werd de erfenis al verdeeld... door de mensen die niet in de familie zaten. Ja. Zo voelde het een beetje. Allemaal politieke duiders, allemaal politieke commentatoren... Die begonnen al over wat er allemaal kon gaan gebeuren. En dat ging vanaf... Van Weird Duck naar allemaal linkse columnisten... die al precies een toekomst van de PvdA hadden gezien. En het was eigenlijk al een beetje van... we gaan een doorstart maken onder andere naam. Ja, daar kwam het op neer. Stichting Hulptroepen. Heel interessant. Ja, en dan moeten we het hebben over onze nieuwe sanctiecoördinator. Officieel is de titel Nationaal Coördinator Sanctie, Naleving en Handhaving. En dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan... Johan Remkes. Johan Remkes, Piet Hein Donner, Herman Cenk Willink of Stef Blok. Ja, dat is de nieuwe man. 6 weken na het begin van de invasie van Rusland in Oekraïne. En na het afkondigen van de grootst mogelijke, strengst mogelijke sancties voor iedereen die Russisch is hier in Nederland. Met name de oligarchen hebben wij eindelijk een coördinator die sancties in goede banen moet leiden. En ja, dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan Stef Blok. Dat is de man die nu verantwoordelijk is om alle jachten van Russische oligarchen in beslag te nemen. Iemand noemde hem de sanctietsaar. Dat vond ik een hele leuke titel. Ja, dat is hele fijn. Heel fijn. Hij is 6 weken voor 6 weken aangesteld om die taak op zich te nemen. En ik zag al op rijksoverheid.nl dat ze een leuk interview, lekker wc-eend interview met Stef Blok gehad hebben. Dat zei hij ook weer van, ik kijk ook wel eens tv. Of ja, zo. Ik ben net een normaal mens. Ik kijk ook wel eens tv. Het ging over de verschrikkelijke beelden in Oekraïne en de noodzaak om snel en effectief in actie te komen. Hebben we 6 weken niet gedaan, maar goed, dat tezijde. En wat ik me nu heel erg afvraag... Stef Blok zullen we natuurlijk altijd herinneren... als de man van de Brexit-monster. Ja. Zal er nu ook een sanctiemonster komen? Wat natuurlijk heel interessant is, dat hij is nationaal coördinatie... Wat natuurlijk heel interessant is, hij is nationaal coördinator... sanctie, naleving en handhaving. Ja. Dus dat... Wat ik nu heel erg voor me zie, is dat het vieze blauwe monster binnenkort in zo'n handhavingspakje rond moet lopen. En dan tussendoor te gaan zeggen van dat je grijze bak niet helemaal goed dicht zit, zeg maar, bezig is met de oligarchische jachten aan het innemen. Ja. Eigenlijk, ik heb nog helemaal niks voorbij zien komen van successen. Nou ja, dat is een beetje hoe ik op dat interview terecht kwam. Want we gingen even kijken, hoe staat het ervoor? Ja, hoe staat het ervoor? En het enige wat we te horen kregen was dat interview... dat hij heel druk bezig was met bellen de hele dag. Het artikel, het interview op rijksoverheid.nl werd ook... hoe zeg je dat?
Ja, wat er ook bijgevoegd was bij dat interview was een actiefoto van de nationaal coördinator in hard aan het werk, namelijk Stef Blok, die voor een raam aan het bellen is. En dus zo is hij dus de hele dag bezig. Je hebt zo'n stokfoto's uit, kijkt naar businessman calling. Ja, the most boring businessman ever calling. Ik denk dat dat inderdaad de titel is van die stokfoto. Dat interview was een beetje level schoolkrant, vond ik. De link staat in de line notes, mocht je dat willen zien. Ja. Maar ja, ondertussen iedereen die een beetje rijk is en een beetje Russisch en een beetje geld heeft in Nederland, die heeft natuurlijk al lang al het geld doorgesluist naar. Ja, die heeft waarschijnlijk een stichting vaartroepen of zoiets opgestart. Ja. En daar is hij veilig mee weggekomen. Ja. Of in ieder geval, dat zag je ook al die Russische jachten, zeg maar, in eigenlijk alle landen. Opeens hadden ze ook de crew ook volledig vervangen van naar alle namen die op of eindigden, waren opeens allemaal gewoon Britten of zoiets. Dus ik weet niet van hoe je daar op terecht komt. Maar het was allemaal heel snel geregeld. En dat zie je een beetje in die multimiljardair sector. Het is allemaal heel smerig hoe alles eigenlijk gebeurt. En of nou oligarchen zijn of andere turbo-rijken. Het is, dat is een beetje een probleem met al die brievenbusbedrijven en al die schimmige constructies. Juist omdat ze zo schimmig zijn, is het ook heel lastig te traceren wie nou daadwerkelijk de baas is en wie wat bezit. En ja, dus dat hebben we jarenlang als overheid zijn, hebben we dat ontzettend ons best gedaan dat zo goed mogelijk te faciliteren. We schieten ons hiermee wel een beetje in de Russische voet. Ja. Ja. Nou ja, wie weet horen we meer van hem. Ik hoop het wel, want hij is nog 5 weken aan de slag. Dus volgende week hebben we misschien... Ja. We gaan gewoon een recurring segment doen. En dat is een Stef Blok sanctiecoördinator update. Ja. Wij hebben wel zijn afscheidsbol. Ja, waarschijnlijk kunnen we dat altijd heel snel afronden, namelijk met nog geen update. Ja, exact. Achteraf verkeerd herinnerd. Dan hebben we eigenlijk ons vaste rubriek. Dat is namelijk... Wat de fuck doet FVD nou weer? FVD... We hebben een dagtaak aan, hè? We hebben een dagtaak aan. Ja. Maar het is een beetje zo'n slechte serie waar je eigenlijk al denkt van... ik moet hier niet meer naar kijken, want het stelt niks meer voor. Of het is heel stom. Maar toch kijk je weer. The Walking Dead van Politiek Nederland. Exact. Ja. Het sluimert maar door. Half dood of niet. We beginnen met Pepijn van Houwelingen. De dossiervreter en markeerstift-liefhebber van FVD. Die heeft een foto getweet van een Iraakse man. Met een zak over zijn hoofd. Die van achter prikkeldraad zijn zoon knuffelt. En eigenlijk heeft hij dat neergezet als wat het Westen allemaal voor verschrikkelijks doet. Ja, hij noemde het barbaars en onmenselijk. Hij had die foto gequote tweet van iemand die duidelijk pro-Russisch was in het Oekraïne-Rusland conflict. En hij voegde daarbij toe dat u vanzelfsprekend nooit in de regimekranten NRC of Volkskrant deze foto gezien had. En dat het hij zei van ja, het is raar dat er nooit verontwaardiging is uitgebarsten over deze scène in de mediakartelkranten. Hoe zou dat nou komen? Maar toen werd er een beetje, ja, hij zei dat natuurlijk omdat er heel veel verontwaardiging is momenteel over hoe de Russen tekeer gaan in Rusland en de... In Oekraïne bedoel je? Of, sorry. Hij zei dat natuurlijk omdat er heel veel verontwaardiging is over hoe Rusland tekeer gaat momenteel in Oekraïne. Zodra ze zich terugtrekken, dat we allerlei verschrikkelijke beelden zien van heel veel mensen die op een afschuwelijke manier op een einde zijn gekomen. En hun narratief is een beetje, ja, maar het Westen is ook niet al te lief geweest. Kijk maar naar bijvoorbeeld Irak, hoe de Amerikanen daar gehuisvest hebben. En waarom is er nooit ophef over geweest of aandacht geweest over hoe... de misstanden al daar. Maar als voorbeeld gaf hij natuurlijk deze foto. Maar toen werd er het een en ander onthuld over deze foto. Ja, want deze foto was dus een World Press foto. Dus die heeft keihard in alle mainstream media. Ja, en om heel eerlijk te zijn, van ook over het hele Irak-conflict. Ik kan me heel goed herinneren, zelfs hoe jonkie, nitwit ik ook was, hoeveel...
Ontevredenheid ook was over de Amerikaanse invasies. Ja. Dat was helemaal niet gek of zoiets. En misschien, ja, ik bedoel, op dat moment was ik ook alleen maar de mainstream media aan het volgen. Daar was ook heel veel kritiek eigenlijk op. Ja, talloze misstanden zijn er altijd voorbij gekomen. De Abu Ghraib-gevangenis. Guantanamo Bay. Noem het allemaal op. En inderdaad, deze foto die hij dus specifiek neerzette. Zo van, ja, deze foto heeft u waarschijnlijk nog nooit gezien in de media. Ja, en dat blijkt dan gewoon de World Press Photo of the Year 2003 geweest te zijn. En wie zit er in de jury? MSM-journalisten en MSM-fotografen. Dus er is wel degelijk aandacht voor geweest. Pepijn van Houwelingen heeft inderdaad een correctie getweet. Dat vind ik netjes. De meeste SVD'ers of FVD-sympathisanten doen dat niet. Inderdaad. Maar hij zei er wel bij van de regimekranten hebben deze foto waarschijnlijk met tegenzin wat aandacht moeten geven vanwege die prijs. Maar waar was de morele verontwaardiging toen de oorlogstaal, de sancties, de hoede, de hysterie, vraagteken. En ja, zoals we hebben het net al gezegd, genoeg verontwaardiging, denk ik, in dat conflict in de media geweest. De enige die echt heel hysterisch op dit moment zijn natuurlijk toch wel de mensen die altijd zeggen van, oh, dat laat de mainstream media nooit zien. Ja. Wordt ook best wel vaak, en was het laatst ook inderdaad zo'n infographic die van de NOS kwam. En dit zie je nooit op de NOS. Ja, dat zie je heel veel wappies doen, hè. Dat ze fake news gebruiken om fake news aan te tonen. En dat is altijd een heel mooi fenomeen, vind ik dat. Ja, en als ze de discussie helemaal verliezen, dan gaan ze zeggen of het had waar geweest kunnen zijn. Of inderdaad, ze beginnen over een ander thema en dit dan. En dit dan. En uiteindelijk zit je weer terug te rekenen tot net niet inderdaad. Ja. We de Romeinen moeten vragen van waarom ze zo gemeen waren tegen ons toen we nog barbaren waren. Een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als er dan een coronademonstratie was geweest, dan zag je altijd foto's voorbij komen op social media van, ja, hier in Berlijn zijn er zoveel mensen op de been gekomen en dat zie je niet bij de mainstream media. En dan was het een foto van de Love Parade of zo, waar 1,5 miljoen mensen aan het reven waren. Het is altijd heel opvallend om te zien dat er zoveel fake news voorbij komt om fake news aan te tonen. Exact. Te likken naar boven. Ja, en dan gaan we het hebben over Amsterdam, onze favoriete stad. Daarin heeft burgemeester Femke Halsema, daar is ze weer. Zij is de schuld van alles, geloof ik, hè? Als je social media moet geloven. Ook volgens de wappies. Ook volgens de wappies, inderdaad. Zij heeft aangekondigd dat ze haar best wil doen om het drugsimago van Amsterdam, om daar een einde aan te maken. En onderdeel van het plan is om alle coffeeshops te verbieden drugs te verkopen aan buitenlandse toeristen. Ja, dat is toch een beetje, denk ik, ja, hun hele businessmodel. Dus als dat plan doorgaat, zo rekende volgens mij HP de tijd uit, dan zullen 100 van de 166 coffeeshops in het centrum van Amsterdam de deuren moeten sluiten. En ik denk dat een ontzettende klus is, enorme klus, om van Amsterdam, om wereldwijd het drugsimago van Amsterdam te laten verdwijnen. Want jij reist ook veel, Stijn. Elke buitenlander die je spreekt en je zegt van ik kom uit Nederland, dan zeggen ze meteen, allemaal, ja, ik heb in Amsterdam geweest en vooral in de UK is ik bedoel, we hebben gewoon een soort van luchtbrug tussen party hardende en vooral bachelor party vierende Britten en Amsterdam. Ja. En gewoon iedere Brit die vertelt van dat je geboren bent in Amsterdam, dan gaan ze hun ogen helemaal glunderen en dan gaan ze zeggen dat een van hun vrienden ontmaagd is of in ieder geval hoeveel paddo's hebben gedaan. Ja, je hoeft niet eens Amsterdam te zeggen, maar gewoon Nederland is vaak al genoeg. Ja, en ik snap het ook wel een beetje van, bedoel, wat heb je nou liever cultuur observerende, glunderende de toeristen of alleen maar Britse tokkies die domme dingen gaan doen. Wie zal er het meeste geld uitgeven, denk je? Ja, uiteindelijk, die Britten geven alsnog nog best wel veel. En het probleem zit natuurlijk altijd een beetje in de hele Airbnb-isering van Amsterdam. Maar wat natuurlijk het grappige is altijd van dat zo'n GroenLinks ook wel de partij is waar, ja, ik bedoel, ik weet niet of het waar is, maar ik heb wel een vermoeden in ieder geval waar aardig wat in ieder geval hasjes worden gerookt en ook wel wat andere drugs worden gebruikt. Ik vind dat een heel leuk voorbeeld. Inderdaad, van die lokale burgemeester van Diemen, Jorrit Luiten, die is
Ja, die is opgepakt toen hij heel erg agressief tegen allerlei agenten tekeer ging. Voor de stopera. Voor de stopera. Ja, heel erg gênant. En nou, toen uiteindelijk bleek dus wel uit een bloedtest. Die is gedaan in Mönchengladbach. Dus dat is over de Duitse grens. Dat is best wel ver. Dat hij dus helemaal clean was. Volgens hem, dat bleek dus ook. Hij had het hele officiële resultaat meegestuurd. Maar hij had wel een flesje GHB bij zich. Yeah. En GHB is geen instapdrug. Ik heb er wel eens mensen gezien die daar aan zaten. En ik dacht van, het is niet leuk. Maar dat past ook wel een beetje bij zijn gedrag. Yeah. Dus het is heel obscuur. Hij is ook weggegaan. Maar ja, als GroenLinks loco-burgemeester. En dan, ja, terwijl je zelf natuurlijk. Ja, terwijl je zelf gewoon vrij heftig. Dit... in ieder geval, je hebt een gebruikershoeveelheid bij je. En dan, ja. Dus, het is toch wel een beetje hypocriet altijd, ja, hoor. Het doet me een beetje denken aan die keer, drie jaar geleden, 2019. Toen had Jesse Klaver een keer een ontboezeming. Volgens mij was het tijdens de algemene beschouwingen. Dat hij had gezegd van, ik ben echt een totale loser binnen onze partij wat drugsgebruik betreft. Binnen onze fractie volgens mij zelfs. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, dat hij, wel bekend voor je. Ja, dat hij dus inderdaad zei van, ik word altijd uitgelachen over hoe weinig ik ervaring heb met drugs. Dus GroenLinks lijkt me een beetje de, nou, ik wil niet zeggen de drugspartij, maar ik denk wel dat het in de buurt komt. Dus het is een beetje ironisch dat Femke Halsema, ja, toch de oud-partijleider en fractievoorzitter van GroenLinks, een einde gaat maken aan drugs capital of the world, Amsterdam. Ja, want ze hebben natuurlijk heel recentelijk ook al, een paar jaar geleden, hebben zij het individualisme de deur uitgedaan. Namelijk door de I Amsterdam letters. En dat was ook wat grappig, want 's nachts ging allemaal toeristen daar vanaf te pissen. Dat allemaal zo afklaterde. Maar in ieder geval, die stonden natuurlijk bij het Museumplein. En omdat het individualistisch was, en dat was ook een beetje van die, ja, beetje vanwege van de linkse, in Amsterdam. Hè? Ja, maar ja, een beetje ja. van die linkse progressievelingen die eigenlijk volgens mij heel weinig te doen hadden in hun leven, die daar heel erg moeilijk over, die daar een punt van maakten. Dat was, weet je wie dat was? Dat was de GroenLinks fractievoorzitter in Amsterdam, Femke Roosma. Die daar een probleem van maakte. Dus weer GroenLinks. Weer GroenLinks. GroenLinks maakt Amsterdam gewoon helemaal kapot. Ja. Alles wat Amsterdam schieten zichzelf altijd hun eigen benen. Ja. Zo komt het in ieder geval op neer. En ik heb zomaar het idee dat over 5 jaar Amsterdam nog steeds een drugscapital is van de. En anders hebben zij gewoon een beetje melkertbaantjes erbij gecreëerd. Namelijk mensen die met een Nederlands paspoort drugs gaan halen voor toeristen en dat doorverkopen voor best wel veel geld. Ja. Dus uiteindelijk, je maakt een hele soort van dealergroep. Het weer in de criminaliteit. Brengt je weer in de criminaliteit. Ja. Dus dat is Femke-baantjes noemen dan? Ja, dat zijn Femke-baantjes. Ja. Dat gaan we sowieso erin houden. Ja. Want ik weet gewoon zeker dat het gaat toch weer gebeuren. En die Britten die blijven komen in hun gekke bruidsjurken en outfits. En de bierfietsen zijn wel succesvol uit het centrum geweerd. Dus misschien, als je het stap voor stap doet, misschien dat het dan wel lukt. Maar ik denk wel dat het echt een meerjarenplan is. Het gaat sowieso niet lukken. Het is grote stedenproblematiek. Ja, Berlijn gaat je ook nooit lukken om drugsvrij te krijgen. Oh, ik dacht nazi-vrij. Nee. Het is aardig goed gelukt. Ja. Het is toch een kleuterklas hier? Ja, dat was het weer voor deze keer. Dat was de Politieke Popcorncast met mij, Paul Peters, en tegenover mij Stijn de Vrede. Vind je deze podcast nou leuk? Laat dan vooral een rating achter. En volg ons, doe een plusje, wat dan ook. Dan ben je altijd op de hoogte als we weer een nieuwe aflevering hebben. Wil je wat aan ons kwijt? Dan kun je ons vinden op Twitter op @PaulPopcornCast. Mij kun je vinden op @PaulPeet en Stijn op @VreemdeSteden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Politieke Popcorncast. Ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier dan arrogant met uw armen te zwaaien? Dan ben je een stel aso's. Beste mensen. Die VOC-mentaliteit. Ik ben meer dan boos. Ik ben woest. Wat opmerkelijk. Toch?